Maar die bloemkoolcake moet toch 1 uur? Die moet 1 uur. Dan zitten we hier nog wel even. Die gaat 1 uur gelijk in. Exact. Maar pizza bordjes bakken. Zin in. Pizza. Oh, er staat ook echt pizza op. Heel nice. We hebben een roller die niet scherp is. Oh leuk, doe eens over mijn hand. Het doet niks. Noah snijdt mij met pizza snijder. Wij gaan cake bakken. En brownies. En brownies. Nice. En waarom ziet het eruit als koffie? Omdat het gebakken is met bloemkool. Aha. Dat wordt heel lekker. Dus. Hartige cakejes. Nu moeten we lezen. Beslagkom. Doe de boter in de beslagkom. En roer het met een mixer op een middelmatige snelheid tot een romige massa. Ik vind het al aardig room. Yes. Yeah. Oké, bloemkool, boter zit erin, eieren zit erin. Bloemkoolmelk. Oké, dit wordt heel bijzonder. We ruiken naar bloemkool. En ik kom zo thuis en dan ruik ik helemaal naar bloemkool en dan vragen mijn ouders ook echt, man, wat heb jij gedaan? Ik denk niet dat je de bloemkool... Ik hoop het. Ik denk niet dat het blijft hangen. Mooi. Zeker. Ja. Mix. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat de boter gesmolten is, maar er is geen andere weg om de bloemkool erin te laten trekken. Mm-hmm. Dus, noem maar even zo. Waarom kan je dat dan niet daarin doen en dan... Ja, dat gaan we nu doen. Oké. Okay. Maar waarom kan dat dan niet? De bloemkool moet verhit worden voordat de smaakstoffen van de bloemkool in werken. Aha. Met deksel. Het hoeft niet te gaan splashen. Sick. Het ziet er best goed uit eigenlijk. Ik heb hier een bakje. En die gooi je ervoor. Ja, 3 keer raden. De mix. Met bloemkool. In het bakje. In het bakje. Met bloemkool. Dat is heel goed. In de oven. Exact. Hoe lang moet hij in de oven? Want dan moet ik nog even time managen. Om yes. Nog pizza eten. 30. Nee, dat is centimeter. 60 tot 70 minuten. Echt? Wow. Heb jij geluncht? Nee. Dan gaan we pizza eten voordat dit in de oven gaat. Goed plan. Ik lunch nooit. Laten we dit even. Nee, het is bijna goed. Laten we een pizza halen. Yes! Standaard aanraad. Maar als je nou hem op het statief zet, dan zit jij ook. Oh ja, dan kan ik ook heel leuk mij filmen. Van schouwen. Bloemkoolcake. We zijn vergeten te filmen dat we het erin gaten. Maar het wordt heel lekker. Het ruikt naar cake. En naar bloemkool? En naar bloemkool. Fake. Want het is. Bloemkoolcake. Oké, okay, dat was zo'n cliché. Oké. Tweede recept. Hebben we de brownies. Dan moeten we hebben... Ik wil vanaf de andere kant filmen. Kan je niet midden in het... Oh, zo. Prum, 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 prum. Ik ben lang. 50 gram boter. Die zit erin. Ja. Yeah. Even los. 50 gram boter. We hebben 100 milliliter... Water. Is dat 100 milliliter? Oh ja. Nice. Iets meer. Nee, dat niet. Perfect. Nu is de boter nat. En dit. En dit. Dat ja. Nee, dan gaat het nooit goed.
gaat wel goed. Ik kan dit. Dan moeten we ook in. Oeh, laat weer even snijden. Zo erg is het niet. Ik ben 19 best. Dus niet in de comments met. Oh, is dit satisfying? Ja. Oh, oké. Okay. Wow. Dit noemen we nou satisfying. Ja. Ik moet dit stukje komt in een trailer. Dat vond dat was een vet shot. Mooi. Trailer zit je nu maken bij trailer. Zal ik even helpen? Heb je nou letterlijk precies dezelfde outfit aan als in de vorige vlog? Nee, want dit shirtje is nieuw. Dit shirtje had je aan in de Mannen Lezen de Vrouw video? Nee. Oh, je hebt meer Barcelona shirts. Ja. Nice. Mannen Lezen de Vrouw video? Ja. Die waarin we het hadden over corsettenbrood maken. Ja, toen hebben we toch ook... Toen had jij iets groens aan. Toen had ik dat groene Mario. Waar heb je dit dan aan gehad? Dat hebben we waarschijnlijk aangehad terwijl we hier zaten te filmen. Aha. Met 100 vragen en 50. 50 vragen en de broodtutorial. Oh ja, dat is zeker waar. Kijk die. Dat gaat niet. Dit gaat goed. Heel even kijken hoe het gaat met de pizza. Heel dus, nice. Dus moeten wij opruimen. Gaan we dit stukje boter nog eten? Ja, rauw. Nee. Oké, welkom bij koken in de keuken van Sandbrink Noah. We zijn weer terug met de tweede kookvideo. Tweede keer in mijn huis. Ja, en we zijn nu brownies aan het maken zonder bloemkool. Deze zijn zonder bloemkool, niet zijn met bloemkool. Ja, en daarom ben ik meer benieuwd naar die. Ik denk dat die giftig is. Wil je een hapje van? Ja. Wil je echt een hapje van? Ik zal er even over nadenken. Ja, het is wel goed hoor. Ik denk dat dit ook wel goed is. Ik denk dat het nog 1 minuut moet. Ja, dit is dus niet vloeibaar. Het gaat niet. Ja, ik heb hem goed. Actief. Waarom kan deze la niet open? Dat is een nepla, daar zit een... ik vergeet altijd hoe dat heet. Vaatbak. Wat gemeen! Hoe heet dit gat? De gootsteen. En dit gedeelte hebben. En daarom kan... Ik snap hem. Dus ja. Deze kan wel open. Ja, die kan wel open. Dus die kan ook open. Ja, gaan we. Oh, sorry. Was ja, die aan? Ja. Die achterlijn maken. Ja, nu mag ik weer een laadje filmen. Vaatbak, wil ik zeggen. Maar dat klopt niet. Nee, de gootsteen. Dat heet zo de gootsteen. Dit is een vaat. Nee, dit is de gootsteen. Zo noem je toch het afvoerputje? Nee, dat is dit afvoerputje. Oh. Ja, enigszins wel, ja. Nee, wat nou als je de bak hebt? Dat heet een vaatbak. Een gootsteen. En je hebt het afvoerputje en samen is het de gootsteen. Ik begrijp gewoon niet. Nou, even kijken bij de pizza's. Ja, ik wil zo ook nog even een hapje. Ja. Zo. De rest is onmogelijk om eruit te halen, want deze zooi plakt. Wat gaan we... Dat gaan we eten. Even laten rijzen boven de afzuigkap en dan binnen... Want de rijst alleen in de oven. Binnen 5 dagen is het klaar. Het rijst alleen in de oven. Nee, boven de afzuigkap. Dat werkt wel. Zeg maar, het is hier niet heet, maar het is wel warm. Nee. Maar dus dan moet je een paar dagen. Dat is wel goed. Oké. Okay. Nu gaan we nog een hapje nemen van de mix. Dat werkt. Dan zijn we sneller klaar. De pizza. Oh, wat? Nou, maar 2 minuten voor de pizza, dat is lekker. Precies.
welkom in Noah Samprings kleine osso. Hij is best groot. Ik vind hem lit. Heb je ook een... Oh, je hebt gewoon aan beide kanten een tv en je hebt nergens een open haard. Dat vind ik wel jammer. We willen een open haard doen, maar deze tv was goedkoper. Dat verbaast me niks. Gewoon zo'n klein beetje, wat zou die zijn? 100 euro. Ja, ja, precies. Ik wil ook nog zo'n scherm van mijn edit skills. Nu edit Leon de beste video's en doe ik de rest. Oh, dat kwam goed uit. Mensen die zo hun vaatwasser inruimen. Nee, ik leg het zo goed. Mensen die het zo doen. Okay, waterverspilling. De pizza's zijn klaar. Jongen, ik heb die zo weggegooid. En? Bak de brownie's gaar in circa 40 minuten. Nou, nice. Yes. Ik heb wel wat voorbereid. Ik heb twee geheime recepten toegevoegd aan de recepten. Er zit bloemkool in deze melk en bloemkool in deze boter. Is dit boter? Ja. Waarom ziet het eruit als koffie? Omdat het gebakken is met bloemkool.